De meeste mensen maken eigenlijk elke maand het geld dat ze verdienen direct op. Als ze aan het einde van de maand nog een beetje geld over hebben, dan sparen ze dat nog wel. In deze video wil ik uitleggen wat nou een financiële buffer is, hoe groot deze buffer moet zijn en 10 redenen waarom ook jij een financiële buffer zou moeten hebben. Een financiële buffer kan je op veel manieren helpen en niet alleen in het geval van nood, zoals wanneer je auto bijvoorbeeld kapot gaat. Wat is nou een financiële buffer? Nou, een financiële buffer is een spaarpotje dat je achter de hand houdt voor het geval dat je onverwachte kosten maakt of dat er financiële kansen zijn eigen aandienen. Zeker als je werkt aan je toekomst is deze financiële buffer enorm belangrijk. Dit spaarpotje beschermt namelijk je investeringen en je beleggingen. Nou, hoe doet hij dit dan? Dit spaarpotje zorgt ervoor dat je een buffer hebt zodat je geen geld uit je beleggingen of investeringen hoeft te halen. In het geval van beleggingen staat er vaak een boete op als je geld voortijdig eruit haalt. Nou, dit spaarpotje kan dit dus voorkomen. En ook in het geval van investeringen zoals aandelen kun je dit spaarpotje gebruiken. Stel nou dat je geld nodig hebt voor iets en je aandelen zijn net in een dip beland, dan zorgt het spaarpotje er eigenlijk voor dat je niet je aandelen met verlies hoeft te verkopen. Tegelijkertijd zorgt deze financiële buffer ervoor dat je kunt profiteren van financiële kansen. Stel nou dat de beurs in één keer wat inzakt, bijvoorbeeld door slecht nieuws of computerstoringen, dat gebeurt nog wel eens ooit, dan kun je dat het geld dat in deze buffer zit, profiteren van deze tijdelijke dip, zeg maar. Je kunt dan op dat moment aandelen kopen, als de beurs 10 tot 20% lager ligt bijvoorbeeld. En je kunt dus direct rendement maken op je investering met het geld dat je in deze buffer hebt zitten. Kijk bijvoorbeeld naar zo'n recent voorbeeld hiervan, van zo'n financiële kans die zich aanbood. Dat was eind maart met Facebook. Facebook had toen te maken met een sterk verlies van 20% doordat het schandaal rondom Cambridge Analytica naar buiten kwam. Dit was dat bedrijf dat gebruik en misbruik maakte van Facebook om bijvoorbeeld de Brexit en de presidentsverkiezingen in Amerika mee te beïnvloeden. Je zag toen dat binnen een paar dagen meteen het Facebook-aandeel met 20% zakte. Maar dit was niet alleen met Facebook het geval. Ook als we kijken naar bijvoorbeeld Apple, Amazon en Alibaba. Ook al deze bedrijven hadden te maken, eigenlijk de hele sector en de hele beurs kregen dus een behoorlijke klap te verduren, waardoor alle aandelen zakten. Ook wel van bedrijven die niet direct gelinkt konden worden aan dit schandaal. Met deze buffer had je dus op dat moment kunnen investeren in andere bedrijven dan Facebook. En had je dus direct kunnen profiteren van deze financiële kansen. Maar hoe bouw je nou een goede financiële reserve op? Hoeveel geld moet er nou in zitten om voor dit soort dingen voorbereid te zijn? Nou, er zijn niet echt vaste bedragen voor, maar we hebben wel enkele vuistregels. Nou, we beginnen met de eerste, een minimum van 1000 euro of 1 maand aan onkosten. Als je op dit moment schulden of verplichtingen hebt op je hypotheek na, dan zet je 1000 euro apart. Zijn je maandelijkse onkosten hoger, bijvoorbeeld 1200 euro, dan zet je 1200 euro apart. Maar in ieder geval dat je 1 maand vooruit kunt. Dit is voldoende om ervoor te zorgen als er even iets tegen zit dat je het op kunt vangen. Geld om te profiteren van zo'n financiële kans heb je niet nodig. Omdat op dit moment je niet bezig bent met investeren, maar echt puur gefocust bent op het aflossen van je schulden. En je schulden zo snel mogelijk naar nul te brengen. Een comfortabel niveau eigenlijk voor je buffer is 3 maanden. 3 maanden onkosten. Stel nou dat we die 1200 euro per maand aan onkosten aanhouden, dan zet je dus in totaal 3600 euro apart in deze buffer. Je zult merken dat dit geld sparen een stuk makkelijker gaat, nu je al je schulden hebt afgelost, op je hypotheek nog steeds na. Het geld namelijk dat je eerst aan die schulden betaalde, misschien een paar honderd euro, die kun je nou direct in dit spaarpotje stoppen, waardoor je snel bij die 3 maanden aan onkosten bent. Perfect is het om je financiële buffer uit te breiden naar 6 maanden. Als je nou eenmaal 3 maanden aan onkosten in je buffer hebt, dan ga je het geld dat je over hebt elke maand verdelen. Een gedeelte daarvan ga je investeren. Het andere gedeelte zorg je ervoor dat je bij je buffers stort, zeg maar, totdat deze is uitgebreid naar 6 maanden. Het heeft geen zin om meer dan 6 maanden apart te zetten, zeker met de huidige rentestanden. Dan kun je beter investeren in aandelen, obligaties of ETF's. Je mag eventueel ook ervoor kiezen om nou je buffer tot 12 maanden uit te breiden. Zeker in het geval als je kinderen hebt die misschien ook nog gaan studeren. Of dat je een inkomen hebt dat heel erg verschillend is. Of dat je misschien wel rekening mee houdt om binnenkort iets anders te gaan doen. Dan is het misschien slim om je buffer dus uit te breiden naar 1 jaar aan onkosten. Zodat je in ieder geval voldoende hebt. Maar meer dan 1 jaar zou ik niet aanraden. Nu we weten wat een buffer is
en hoeveel geld er in die buffer zou moeten zitten, geef ik je nog 10 redenen waarom ook jij vandaag nog aan die buffer zou moeten beginnen. Punt 1 is het verlies van werk of inkomen. Een buffer kan heel erg makkelijk zijn in het geval van verlies van werk of inkomen. Stel, je werkt bij een baas en je wordt misschien per direct ontslagen of op korte termijn in ieder geval. Dan zorgt een buffer ervoor dat je ook, als je even later geen inkomen hebt, je deze klap op kunt vangen. En je dus in de toekomst kunt plannen. Of misschien heb je een eigen bedrijf en zijn je inkomen is daarom elke maand een beetje verschillend. Dan zorgt deze buffer ervoor dat je die verschillen in inkomen per maand op kunt vangen. Punt 2 is noodgevallen. Dit zijn zeg maar de onverwachte kosten waar je mee te maken kunt krijgen. Stel je rijdt je auto in de prak terwijl deze niet WA verzekerd is. Dan heb je in ieder geval geld achter de hand om weer een nieuwe auto te kopen. En een auto heb je misschien vaak nodig als vervoersmiddel naar je werk toe om het geld te verdienen. Maar het kan ook zijn wasmachines of drogers, vaatwassers. In ieder geval dingen die misschien wel behoorlijke kosten zijn. Die plotseling kapot kunnen gaan, dat je deze direct kunt vervangen met het geld dat je al achter de hand hebt. Punt 3 is dat het financiële buffer ook voor zorgt dat je stress vermindert. Zodra je weet dat je eigenlijk geld achter de hand hebt, zul je merken dat je je eigen minder zorgen hoeft te maken. Stel nou dat de baas vandaag zegt dat je per direct ontslagen wordt, dan kun je natuurlijk wel boos reageren. Maar je hoeft je eigenlijk niet druk te maken, omdat je weet dat je nou 3 of 6 maanden aan inkomen klaar hebt staan en in die tijd rustig kunt zoeken naar een volgend werk. Je hoeft je eigenlijk dus niet zorgen te maken en stressvol te zijn. En als je deze dingen dus niet hebt, geen stress, is het ook nog beter voor je gezondheid. Dus dat is een mooi punt om mee te nemen. Een buffer zorgt er ook voor dat je de juiste beslissingen kunt nemen. Stel nou dat je wasmachine kapot gaat, of misschien nog wel erger je koelkast. Zeker met weer zoals vandaag 30 graden. Je kunt er dan voor zorgen dat je de juiste beslissingen neemt. Stel, als je geen buffer had, dan ging je snel kijken en kocht je een goedkope koelkast van 200 euro, ik noem maar iets. Dan leek dat de beste beslissing, omdat dat het geld was dat je nog kon missen. Terwijl misschien later zou blijken dat je beter een ander merk kon doen wat betrouwbaarder is. En ook op lange termijn ook minder stroom verbruikt, waardoor je eigenlijk dus goedkoper uit bent. Nou, doordat je geld in je buffer hebt zitten, kun je direct rustig nadenken. Je hebt geen stress, zeg maar. En je kunt dus de juiste beslissing nemen om te kijken van, deze is misschien wel dubbel zo duur, maar die bespaart me op jaarbasis misschien wel hetzelfde in stroom uit. Dus het is veel slimmer om die te kiezen boven die goedkope. Een buffer zorgt er ook voor dat vaak je leven of gezinsleven verbeterd wordt. Denk zeker als je samenwoont of getrouwd bent, dat financiële dingen vaak de oorzaak zijn van ruzies. Ook al zal het daar niet om, ja, zullen we dat niet toegeven. Voordat je, zoals gezegd bij punt 3, vaak stress hebt, zul je vaker ruzie krijgen. Nou, als je deze buffer hebt, kan er dus voor zorgen dat je ook minder ruzie gaat hebben, omdat je je eigen minder druk maakt en dus niet zo snel geïrriteerd en niet zo stressvol bent. En ik denk dat dat ook altijd beter is als je heel gezin daarvan kan profiteren. Als je een buffer hebt, zorg er ook voor dat je snel kunt betalen, contant of iets snel, ja, direct af kunt rekenen. En dat kan dus ook zorgen dat je korting kunt krijgen. Stel, jij gaat naar een speciaalzaak, elektronica speciaalzaak, of een autozaak en je kunt iets kopen en je kunt nog onderhandelen. En je zegt, nou, stel als ik het vandaag contant betaal, dan krijg ik dan misschien 5 of 10% korting. Dan zul je zien dat ondernemers daar vaak nog wel geïnteresseerd in zijn. Zeker als je bijvoorbeeld normaal iets op afbetaling zou doen, dan hebben ondernemers op dit moment meteen zijn geld. En ja, dat is voor hun ook wat waard. Bijvoorbeeld bij auto's, zoals ik zei, kun je vaak als je een auto haalt en je zou hem direct af kunnen rekenen. Dat is zekerheid voor de ondernemer en daar kun je dus van profiteren in de vorm van korting. Zoals al eerder gezegd, hoef je ook geen verlies te nemen op investeringen die je hebt. Stel, iets gaat kapot, bijvoorbeeld je auto dus weer, en je hebt een paar duizend euro nodig. In plaats van dat je nou je aandelen moet verkopen, terwijl ze net 10-20% zijn gezakt door een of andere reden, en dus verlies zou moeten nemen, kun je nou eerst zorgen dat je geld uit je buffer pakt, en dan hoef je dus niet het verlies te nemen bij je aandelen. Punt 8 is dat je, zoals ook gezegd, tegelijkertijd kunt profiteren van financiële kansen. Stel, de beurs zakt wat in, zoals deze video is vandaag opgenomen, in het geval van KLM, die stakingen.
het aandeel zakt 14%. Als je nou een paar duizend euro hebt liggen en je gelooft op de lange termijn dat KLM al bovenop komt, dan kun je in principe nu dus diezelfde aandelen met 14% korting kopen. En op lange termijn heb je dan natuurlijk al meteen snel 14% verdiend. Dus je kunt van deze kansen direct profiteren als je wat geld in je buffer hebt zitten. Je kunt ook goedkoop kopen op het moment dat andere mensen iets willen verkopen. Dit kan zijn aandelen, maar dat kan ook andere zaken zijn. Stel er eens, zoals 10 jaar geleden, dat de financiële crisis uitbreekt. Nou wil ik niet zeggen dat een huis in je financiële buffer past, maar toen werd het aanbod van huizen heel groot, waardoor de prijs zakt. Mocht je dan het geld achter de hand hebben, dan kun je van op dat moment profiteren en zelfs met aandelen iets goedkoop kopen. Het kan misschien ook zijn met auto's, met fietsen. Stel de hele wijk wint een fiets, behalve jij met de postloterij. Nou, dan kun je zorgen dat door het grote aanbod je het geld dat je achter de hand hebt direct kunt profiteren van een lagere prijs op dat moment. En het laatste punt is dat het boetes voorkomt. En dit was dus in het geval van bijvoorbeeld beleggingen. Stel je hebt een lijfrente of een pensioenregeling en er zit iets tegen en je hebt geld nodig. Op het moment dat je geld uit zo'n product zou pakken, zou je te maken krijgen met een boete. Maar ja, omdat je dus een buffer hebt, hoeft dat niet en kun je die boete dus voorkomen, waardoor het je eigenlijk ook meteen geld spaart. En tot zover de 10 redenen voor een financiële buffer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Leuk dat je deze video tot het einde hebt gekeken. Laat even een duimpje achter als je het een leuke video vond. En laat ook even een reactie achter. Ik probeer alle reacties te lezen. En in ieder geval jullie feedback mee te nemen in volgende video's. Als je nog geen lid bent van het kanaal, klik dan hieronder op het logootje om je te abonneren op het kanaal en geen enkele video meer te missen. Dan hebben we als laatste nog hier rechtsboven een video, dat is de meest recente video. Met daaronder een video die volgens YouTube het beste bij jou past, gebaseerd op jouw kijkgedrag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.